Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb echt een flinke hoeveelheid spullen opgemaakt. Ik weet ook niet hoe het kan, het was vorige maand natuurlijk niet zoveel. En echt het een na het ander ging op, het was echt bingo. Ik gooide het er achter elkaar in. En hoe het er komt is eigenlijk ook helemaal niet zo belangrijk, want ik vind het gewoon heel leuk om jullie te laten zien. En XL opgemaakt video's vind ik zelf altijd heel leuk om te kijken van anderen. En ik weet dat mijn kijkertjes, jullie dus, dat ook heel erg leuk vinden. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. Er kan eigenlijk niet echt een volgorde van dat ik eerst alle haarproducten laat zien, want dan moet ik alles hier op mijn bed uitstallen. En heb ik niet zo heel veel zin in, dan gaat het wel lekken en zo. Het eerste wat ik pak is deze cream handsoap, zacht voor de huid, gecreëerd door Albert Heijn. Dit is een beetje het care, dus een beetje het huismerk van Albert Heijn, net als DM Balea heeft. Deze zat in een boodschappenpakket, waarin ik voor 15 euro kocht ik een boodschappenpakket. Daar heb ik ook een video van gemaakt. Als ik het niet vergeet, zal ik hem even linken hieronder in de beschrijving. Zodoende heb ik... Ja, die zat daarin en die heb ik opgemaakt. Dat was prima, hij stond in mijn badkamer. Zie ik hier wat vitamine-achtige dingetjes staan. Nou is het weer de belichting. Ja, ik heb weer mijn softboxen uitgezet omdat het gewoon heel mooi zonlicht is. Maar als het dan ineens heel veel gaat schijnen, dan zie ik ook wat bleker omdat dan ja, het licht gewoon heel fel op me schijnt. Deze komt uit Duitsland, de Hout Haar Nagel Beauty Complex. En mijn nagels worden hier echt sterker van. En dat vind ik super fijn. Heb ik alweer een nieuwe ingebouwd. Technisch gezien is die niet op, want dan zit in mijn medicijndispensertje. En de Biotin Abtai Forte, dat is ook voor mijn nagels. En die combinatie van die en die andere maakt mijn nagels echt sterker. Dan heb ik de melatonine en CBD-olie opgemaakt. Ik moet zeggen, sinds ik met het keto-dieet bezig ben, merk ik dat ik zoveel beter slaap. Dus vraag ik me ook echt af van, heb ik deze nog nodig? Ik heb ze nou ook niet in huis. Ik heb jarenlang slecht geslapen en ik merk nou dat ik ineens met een keto-dieet begonnen ben, dat ik ineens heel erg goed slaap. En waarom weet ik? Ja, ik weet wel, omdat je gewoon minder suikerinname hebt en meer kaliuminname, omdat je groente en fruit en zo gaat eten. En dat je dat gewoon heel erg goed doet. Dus zodoende denk ik dat ik daarom beter slaap. Ik zou hem alweer een keer opnieuw willen kopen hoor. Maar ik heb hem nou even niet nodig. Ik zie twee badschuimpjes. Eentje van Dresdener Essence. Don't worry, be happy. Deze rook echt gewoon naar de sauna. En ik heb hem eigenlijk vooral als ik op vrije dagen in de ochtend in bad ging gebruikt. Ik heb er daarom ook wat langer mee gedaan. Omdat ik niet altijd op een vrije dag in bad ga. In de ochtend. Maar eigenlijk had hij ook best voor de avond gekund. Want het is een zachte, rustige geur. En als je me volgt, weet je dat ik helemaal fan ben van de Zwitser zeepvrije schuimbad. Ook eigenlijk meer een avondgeurtje. En ik vind deze zo lekker. En volgens mij heb ik nog... Ik kan me niet voorstellen dat ik geen voorraad heb. Want ik heb eigenlijk altijd voorraad hiervan. Twee grotere douchefoams. Allebei groot favoriet. Deze heb ik alweer een nieuwe ingebruikt. Ritual of meer. Ik moet zeggen, ik koop die eigenlijk nooit voor mezelf. Maar altijd voor een verjaardag of, of iets te vieren heb. En mensen vragen, heb je een cadeau idee? Dan zeg ik de Ritual of meer. Want deze is gewoon super lekker. Ik heb hem vooral in de douche gebruikt in de ochtend. Het is een warme geur die eigenlijk... Ja, ook in de avond zou kunnen. Het kan allebei. Maar in de avond vond ik deze lekkerder. Oh. De Good Douche Foam Good Night Alpen MRS Douche Foam. En deze is zo lekker. Deze geur is überhaupt heel erg lekker. Ik ben er helemaal fan van. Ik heb er al 3 badschuims of zo van versleten. En deze ga ik zeker weer opnieuw kopen. Ondanks dat ik eigenlijk het plan had om niet zoveel douchegels te kopen dit jaar. Maar deze die is zo ontspannend. Ik heb nou de Ritual of Oud. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die zwarte. Die is ook heel erg lekker voor in de avond. Maar deze wil ik sowieso opnieuw. Pak je doekjes van Nivea. Deze maakte ik gelukkig de laatste. Oh, er zit allemaal haar aan. Dat is altijd bij mij. Hè? Maakte ik de laatste open. Toen scheurde ik hem per ongeluk open. Ja, de ene laatste was het. En toen heb ik hem nog met plakband geprobeerd te dichten. En dat is ook aardig goed gelukt. Want het doekje daarna was gewoon nat. Dit gebruik ik niet om mijn make-up van mijn gezicht te verwijderen. Maar puur om swatches van mijn handen te halen. En daar is hij prima voor. Een shampoo en een conditioner van Hask. Deze vind ik zo fijn. Allebei. Voor de curls. Ik heb niet echt curls. Nou ja, ik heb een slag. Maar niet echt dat je zegt van wow, krullen. Ik ben een beetje bezig met toch wel curly girl methode. Mee uit te testen van werkt dat voor mij. En ik heb nou van André Lon een lijn gekocht die CG proof is.
En ik moet het nog verder uitproberen hoor. Maar deze is echt ontzettend fijn. Volgens mij ook niet Curly Girl proof. Volgens mij zitten er hier wel wat siliconen in. Of valt het mee? Ik moet zeggen, ik heb me er ook nog niet zo voldoende in verdiept dat ik meteen die ingrediënten ken en denk van, oh, dit mag wel of dit mag niet. Maar in ieder geval zit hier geen SLS in. Hier zitten geen siliconen in op het oog. Dus ik denk dat dit ook wel Curly Girl prima is. Heel veel kokosolie en dat doet het altijd goed voor mijn haar. 3 kleine douche. Nee, dit is een peeling. Deze zat in de Isana adventskalender. Hele leuke adventskalender. Daar heb ik ook een unboxing van opgenomen. En ik was heel erg enthousiast over die kalender. Ook die video zal ik even linken als ik het niet vergeet. En dit was echt een heel bijzonder, uniek product. Het was een peeling die inderdaad goed scrubte ook. Dat vind ik belangrijk. En dat legt echt zo'n lekker... Net als de Rituals heeft er ook van die scrub zo'n olielaagje over je huid. Maar niet op een vettige, vieze manier. Deze is ook wel van de Rituals. Ik had het over de Rituals, maar... De Ritual of Karma. Ook hier zit weer een haar aan. Dat is dat toch met mij. After Sun Cooling Shower Gel. Ja, we gaan natuurlijk richting de herfst en de winter. Maar goed, als het dan is, moeten we er maar het beste van maken. En ik raad deze wel echt af om je achterdeurtje, if you get my point, er niet mee te wassen. Want het wordt helemaal koud. En de voordeur was ik sowieso nooit met zeep. Maar de achterdeur ook niet, want het wordt helemaal koud. Ik werd er een beetje naar van. Dus ik heb hem gewoon gebruikt voor mijn lijf. Daarvoor vind ik hem wel lekker. Maar nou toch ook wat te koud, omdat het weer kouder weer wordt. En deze Warm Cinnamon Night van Triacle Moon. Ik probeer hem te demishandelen. Maar dat lukt niet helemaal. Deze heb ik vooral lekker in bad gebruikt. En er zei iemand laatst van bij de Albert Heijn XL. Of ergens hadden ze hem ook in het groot weer. En ik heb er heel lang over nagedacht van wil ik hem dan. Maar ik denk ik heb gewoon op het moment even andere producten staan. Maar hij is wel heel erg lekker. Laten we eerlijk zijn. Nog 2 haarproducten. Een haarmasker van Balea uit de adventkalender van vorig jaar. Deze vond ik prima. Nou, eigenlijk vond ik hem meer dan prima, want hij voedde mijn haar heel erg goed. Ik kan de ingrediënten niet meer zien op de achterkant. Dus ik vermoed dat er wel siliconen en alles in zullen zitten. Maar hij was heel erg fijn eigenlijk. En een André Lon Oil & Curl Conditioner Spray. Ja, ik had er niet zoveel mee. Dat rijmt. Maar het was gewoon niet mijn ding. Krullend haar. Nou, er zit ook heel veel zooi in. Je alcohol in nat en... ook siliconen en alles. Maar goed, ik heb hem gebruikt om als conditioner spray gewoon na het wassen even in te sprayen en dan te laten zitten. Hij was prima, maar ik zou hem niet opnieuw kopen, want ik vond hem niet bijzonder. Dan hebben we 2 smeersels van de Body Shop. Heel erg knap van mezelf, want normaal maak ik... Ik gebruik niet meer zoveel body lotion. Nou, dat is niet waar. Ik maak het niet meer zoveel op, omdat ik heel veel verschillende dingen heb. Deze is groot favoriet. De Body Lotion White Musk. Dit is echt zo'n lekker geurtje. Ik heb er nog een parfumolie van en een gewone parfum. Die zit in mijn tas. En altijd als ik deze op had, maar ook als ik de parfum op heb, maar dan lekker leren. Dan kreeg ik complimenten van collega's of van patiënten of van vriendinnen of van familie, weet ik veel. Die zeiden, oh, ruik je lekker. En dat was eigenlijk altijd deze. En dit is de Almond Milk Body Yogurt. En dit is eigenlijk gewoon een body lotion in een flesje. Hoe heerlijk is dat? Zalig. Wel wat meer geschikt inderdaad voor de zomer, omdat het heel erg koud aanvoelt. En dat is als je dan lekker onder een warme douche vandaan komt en de omgeving is al wat kouder, want ik heb nou echt mijn verwarming nog niet aanstaan, dan was het wat kouder. Ik heb er nou nog eentje met de Kindness of Pears en die vind ik ook heel erg lekker. Dus maar die ga ik lekker bewaren voor de zomer. Oh jongens, en we zijn er gewoon nog lang mee. Ik heb een grote pot, een sugar scrub van L'Oreal opgemaakt. En deze vond ik vooral heel erg fijn, omdat het inderdaad een forse gezichtsscrub is. Met een lekkere olie erin. Ik gebruik meestal chemische peelings, maar af en toe is het ook wel gewoon lekker om even... Vooral op je T-zone. Hier doe ik het eigenlijk nooit. Want hier is mijn huid gewoon wat delicater of zo. Voor op de T-zone even een beetje... Ja, natuurlijk niet te hard. Want je wil je huid ook niet beschadigen. Maar daarvoor vond ik deze heel erg fijn. Hij rook ook heel erg lekker. En hij liet echt... Mijn huid werd hier zo zacht van. Oh. En ik had hem nog staan. En ik denk ik ga hem maar eens gebruiken. Dan heb ik 2 skincare dingetjes opgemaakt. Ook zoiets wat gewoon allebei opging. De Make-up Revolution Niacinamide 20%. Dit was een behoorlijk sterke dosering, maar mijn huid ging hier verbazend goed op. Of nou ja, eigenlijk niet, want als je me volgt weet je dat ik, of weet je misschien, dat klinkt zo arrogant, dat ik fan ben van niacinamide. En dit was gewoon een dubbele dosering. In de
niacinamide serum van de Ordinary zit wel zink. En dat miste ik hier een beetje in. Maar ik heb hem ook graag gemengd met het Clay & Glow serum. Daar vond ik hem ook heel erg fijn. Want ik heb er nou eentje van Pure en Huppel de Pup die ik in Kopenhagen kocht. En Makeup Revolution Passion Fruit Oil. Deze was echt ontzettend fijn voor in de avond. Hij belooft op den duur je huid minder vet te maken. En ik had het gevoel dat hij dat ook echt wel deed. Hoewel het wel wat lastiger te peilen is. Omdat ik gewoon heel veel andere goede skincare op dit moment gebruik. Maar wat ik niet fijn vond is de geur. Hij rookt zo kruidig en zo sterk. En dat wil ik niet voor ik ga slapen. En dan rook ik mijn handen er helemaal naar en zo. Het was wel doorheen te komen hoor. Het was niet dat ik er niet van sliep of zo. Maar hij had iets minder sterk gemogen, wat mij betreft. Oh jongens, en er zit nog zoveel in. Deze vond ik leeg onder mijn bed. Het Jetske Ulté serum met retinol. Ik denk dat ik hem een keer heb opgemaakt. Dat hij toen van mijn nachtkastje is gevallen. En dat ik hem nooit meer heb gevonden. Want ik had heel mijn bed zeg maar opgetild en gepoetst. En toen kwam ik deze weer tegen. Ik denk, ach, verrek, die is leeg. Dus hij zit in de opgemaakt video. Oh ja, deze had ik ook nog. The Ritual of meer. Ja, ik zei al jongens, het is echt belachelijk veel. A Nourishing Shower Oil. En deze is ook zo fijn. Lekker verzorgend, lekkere geur. Helemaal fantastisch. En die heb ik nog in het groot trouwens. Oh ja, dat is waar ook. Hoezé. Oh ja, ook nog iets voor de haren. De Isana Pre-Wash Haarmasker. Deze heb ik een uurtje voordat ik mijn haren ging wassen in mijn haren gedaan, uiteraard. Niet op mijn kont gesmeerd, want dat heeft niet zoveel zin met een haarmasker. En ja, ik vond hem heel erg fijn. Ik moet zeggen, ik had wel het idee dat het ook echt wel wat deed. Het maakte mijn haar wel wat zachter. Mijn haar ziet er op het moment weer niet zo heel florissant uit. Maar ik wil weer een keer naar de kapper en de kleur weer een keer laten bijverven of weet ik veel wat. Maar er zit ook heel veel goede olie in. Er zit ceteril alcohol in. Dus er zitten echt wel dingen in die ook wel echt iets doen voor je haar. En ja, ik heb maar één keer kunnen gebruiken. Hij zat in de adventskalender. Vier gezichtsmaskertjes, twee van de vitamine C-lijn en ik zag ze laatst niet meer bij de DM. Als die eruit zijn, ga ik echt gillen. Word ik helemaal gek, maar dat kan toeval zijn, hè. Dit is het gewone doekmaskerversie en dit is de oudere versie met een twee fasen met een doekmaskertje en een serum. Maakt me niet uit, ze zijn allebei prima, want in principe wat hierin zit en serum zit hier in het maskertje. Dus maakt me niet echt zo heel veel uit, maar het is een heel fijn masker. Er zit super veel vitamine C in. En het Balea Toegmasker Bloedentraum. Die zag er heel sexy en fancy uit. Maar ik vond hem niet bijzonder. Hij had wel goede ingrediënten hoor. Maar niet. Ik vind vitamine C's masker fijner. En eentje van Sephora. Dit werd echt zo'n kleitje. Mijn huid voelde hierna wat droger aan. Ik vond het niet heel erg prettig. Omdat het, maar ja, mijn huid gewoon heel erg droog aanvoelde. En het is een pore clarifying masker. En dat heb ik wel vaker met pore clarifying maskers. Dus ja, ik weet niet of dat specifiek aan dit product ligt. Maar meer aan de lijn en soort product. Nou jongens, het houdt maar niet op met de kleine douchegels. Dan moet ik zeggen, ik heb de afgelopen maanden ook niet veel douchegel opgemaakt. Dus ik denk dat het daarom, en ik gebruik het een beetje om en om. Dus ik denk dat daarom gewoon op is. Deze zat in de adventskalender van Balea van dit jaar. The Most Wonderful Time met Choco Honing Doeft. Ik vond dit jaar de kalender van Balea, die lijn, een beetje chemisch ruiken of zo. Net even te. En ik heb hem wel met plezier gebruikt. En dus niet dat ik hem met tegenzin heb opgemaakt. Maar hij had voor mij iets minder sterk gemogen. Nog iets van de Body Shop. Deze zat ook in de adventskalender van de Body Shop. Ik had die van €90 opgestuurd gekregen. En ik vond dat er in verhouding voor wat je betaalt veel minis in zaten. Zo was dit ook een mini. Maar ik ben helemaal gek van de avocado geur. En deze vind ik vooral, vond ik heel erg fijn. Omdat hij echt een grove scrub had. Beetje cremige substantie. Dus ook zacht voor de huid. En dit is wel een kandidaat dat ik denk van die wil ik eigenlijk wel een keer in het groot kopen. Ik vind het zo'n lekkere geur ook. Ik moet zeggen, ik ben niet kapot van de smaak van avocado. Maar ik doe hem wel altijd door mijn salades. Omdat ik weet dat het gewoon heel erg gezond is. En dan doog ik hem. Het is niet dat als ik een stuk avocado in mijn mond heb met iets anders erbij dat ik het dan vies vind. Maar ik zou nooit zo'n avocado leeglepelen. Iets wat niet op is, maar weggaat. Deze kocht ik in Duitsland bij de DM. Het zet mijn oksels in de brand.
Het ruikt heel lekker, maar het zet mijn oksels in de brand. Ook logisch, omdat er heel veel alcohol in zit. Had ik eigenlijk even moeten kijken voor ik hem kocht. Een kleine, nou er zit nog een bodempje in jongens, het zijn opgemaakte spullen. Een kleine handcreme, hand- en nagelbalsem, deze zat in mijn tas. Had een lekker vanilleluchtje, ik had er niks op aan te merken, niks op tegen. Voelde mijn handen heel erg goed. Oh, nog iets van de Rituals. Interieurparfum, het is niet, ja, het is niet echt een beauty, het is een home product, hè, een lifestyle product. Maar ik heb nou nog een grote... sprayflacon zeg maar van de Ritual of Ying lijn. Ook de lekkere variant zonder lavendel. Want ik hou niet van die met lavendel. En deze heb ik met heel veel plezier gebruikt. Ik ga nou de Ying variant gebruiken. Iets voor een bad. De Lush Comforter. Ik kreeg deze van Ankie. Van mijn collegaatje. Oud collegaatje. Bij mijn afscheid op mijn werk. En ik heb er heel erg lekker van genoten. Ik heb hem iets van 3 keer of zo gebruikt. Misschien wel 4 keer, want ik ben een beetje een zuinige muts. Dus het kan best zijn dat ik deze vaker heb gebruikt. Maar het is mijn favoriete geur, de Comforter, echt waar. Een klein monstertje van Treasury. Een hydrating cream, een body cream. In een zakje. En ik vond deze heel erg fijn. Maakte mijn huid lekker zacht. Er zit ook avocadoolie inderdaad in en vitamine en de hele mikmak. Dus ja, vandaar. Ik vond hem heel erg fijn, maar het is eenmalig. Heb ik een bruiningsdoekje opgemaakt en ik wil binnenkort echt weer even onder de zonnebank. Want ik ga hier met deze witte kop echt niet heel de winter door. Dus ik kon net nog even een beetje aankleuren. Maar deze vond ik fijn om even over heel mijn huid te gebruiken en eventjes een boost te geven. En laten we eerlijk zijn, het blijft geen 2-3 weken zitten. Dit soort doekjes hoor. Maar komt van een DM, maar ik vond hem prima. Dan heb ik koolhydraatblokkers opgemaakt. Dit is echt zo'n product. Baat het niet, dan schaadt het niet. En ik kan er niks van zeggen. Ik weet niet of het werkt. Nou weet ik wel dat als ik toch een dag weer heel veel koolhydraten eet en of drink kan ook. Dat ik dan de volgende dag toch weer uit ketose ben. Maar ik heb het idee dat als ik minder koolhydraten pak en ik pak deze erbij, dat het dan de schade meevalt. En dat is natuurlijk logisch als je minder koolhydraten pakt, dat je minder lang, of hè, dus niet zo snel uit je ketose bent. Maar ik heb het idee dat deze toch wel iets bijdraagt. Maar ik kon hier echt geen enkel wetenschappelijk bewijs over vinden dat het helpt. Dus misschien zit het tussen mijn oren. Dat zou best kunnen. Maar ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Dan heb ik nog 1 product voor de nagels. En dan heb ik nog 3 make-up producten. Dit is de Essie. Ja, het heeft erop gestaan hoe het heet. Maar het was een nagelolie. En die zat in de adventskalender van Essie. Want 2 jaar geleden of zo. 3 jaar geleden. In 2019 zat het 3 jaar geleden, denk ik. En deze vond ik heel erg fijn voor mijn nagelriemen. En lekker een beetje ze te verzorgen. En ook voor op mijn nagels zelf. Als ik er uiteraard geen verzorgingsproduct op had zitten. En dan vond ik hem heel erg prettig. Dus ja, en hij is nou op. 3 make-up productjes. Oh wacht, daar zit ook nog zo'n klein ampul in. Deze komt ook uit de Isana adventskalender. De Bakuchiol booster. En deze vond ik, ja, ik denk altijd van, hij was niet slecht. Hij maakte mijn huid lekker zacht. Maar het, ja, ik weet het nooit zo. Want het is eenmalig gebruik. Je kunt er eigenlijk ook gewoon niks aan zeggen. Na 1 keer. Dan hebben we mijn favoriete Nicoya Joy poeder. Op. Ik wil hier een begrafenis en een herdenkingsdienst verhouden. Want dit is zo'n fijn poeder. En hij is weer veel duurder geworden. Ik geloof dat hij nou 50 Australische dollar kost. Wat iets van 45 euro is of zo. En de compact powder is even duur. Maar die wil ik ook nog een keer proberen. Ik heb gelukkig nog een reserve in de goede tijd gekocht. Toen hij nog 30 euro kost of zo. Maar dit is echt mijn geheim voor een zachte flawless skin. En die echt de hele dag mat blijft. Wel moet ik zeggen in combinatie met de Estée Lauder Foundation. Maar deze is zo fijn. Ik heb nou die van Laura Mercier in gebruik. Die vind ik ook fijn. Maar ik vind hem niet zo fijn als deze. Maar ja goed. Ik mag hem eigenlijk een soort van niet opnieuw kopen voor mezelf. En misschien dat als die andere op is dat ik dat toch ga doen. Nog 2 mascaratjes die niet echt op zijn. Maar gewoon zijn overleden. Allebei van de Essence Less Princess. Deze is de Cool Curl & Volume Mascara. De paars-roze variant. Focus.
Ja, iFocus wel. En dit is de standaard Lash Princess, de Volume Mascara. Beide heel erg fijn. Ik heb ze beide, ik denk, 3/4 jaar in gebruik gehad. Misschien iets te lang. Maar ik heb er zelf nooit zoveel last van. En nu zijn ze gewoon uitgedroogd. En ze moeten gewoon weg. Ze zijn gewoon overleden. Dit was een lange opgemaakt video. En ik ben er echt heel snel doorheen gegaan. Want ik kan normaal heel erg kletsen bij producten. En dat heb ik vast ook wel gedaan. Maar ik denk dat het misschien nog wel mee viel achteraf. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Eén druk op de rode knop. En dan doe een duimpje omhoog. En heel graag tot de volgende video. Dankjewel. Doei.